We zijn bezig met voedingsstoffen en hoe we die verteren. Ja, die vertering die treedt op in ons maag-darmkanaal, wat ik hiernaast schematisch getekend heb en wat we eerder al besproken hebben. Die vertering is nodig om voedingsstoffen of de afbraakproducten van onze voedingsstoffen te kunnen opnemen of resorptie. We gaan het als laatste hebben, gaan we het over eiwitten. Eiwitten bestaan uit aminozuren en wordt door biologen vaak een beetje simplistisch getekend als van die, ja, een soort van kralenketting. Je kan in je BINAS 67H, kan je 1H1, kan je zien dat er 20 verschillende soorten aminozuren zijn die in de natuur voorkomen. En daar heb ik een klein stukje eiwit getekend. Eiwitten zijn vaak extreem grote complexe moleculen. En ik heb er nou dus een eiwit getekend. Van 3, 6, 8 aminozuren, maar in de werkelijkheid is dat kleine eiwitten zijn, 100, 200 aminozuren lang. Maar complexe eiwitten kunnen veel en veel groter zijn, dus veel langer. De volgorde van die verschillende aminozuren, die noem je de primaire structuur van een eiwit. En ik heb twee aminozuren hier eventjes uitvergroot. Ja, dat is dat vierkantje wat ik eromheen heb gezet. Het eerste aminozuur is glycine. En het tweede is alanine. En als je dat opzoekt in je BINAS, dan zie je dat ze overeen komen. En een aminozuur, de term ken je al. En hopelijk van 4-VWO komt het je ook bekend voor. Het is een aminogroep, een NH2-groep. Maar ja, hier zit het in een complexe binding. Een structuur, dus is nog maar 1H over. Maar dit is de aminogroep. En het heeft de andere kant van het molecuul. Is het een zuur. En ik heb daar even voor de duidelijkheid die OH-groep maar bijgetekend. Die weg is gevallen natuurlijk door mijn condensatiereactie. Om die twee aminozuren aan elkaar te maken. Ik heb hier dus een peptide binding. Ja, een peptide binding is de binding van het ene aminozuur naar het andere. Dus dit is mijn peptide binding. En dat is de enige binding die opengeknipt kan worden door ons verteringssysteem. En ze proberen je er vaak op te pakken. Dus pas erop. Dat molecuul kan je niet, dat kan je nergens anders doorknippen. Mijn aminozuur blijft altijd intact in de vertering. Dus je kan niet hier knippen, je kan niet daar knippen. Je kan alleen maar die peptidebinding open knippen. Dus als ik die kralenketting, als ik die netjes uitteken, dan zie je steeds NCC, NCC. En dat NCC, dat is je aminozuur. En zorg bij de vertering dat je die intact houdt. Ja, wie doet dat knippen? Dat zijn ook weer spijsverteringsenzymen. Dat zijn peptidazen. En die peptidazen die kunnen of aan het uiteinde knippen, dus die knippen steeds alleen het laatste bolletje eraf, het laatste aminozuur, dan heet het een exopeptidase. Of er zijn ook andere schaartjes, daarom heb ik ze in verschillende kleuren getekend. Er zijn andere enzymen die kunnen in het midden knippen, of die kunnen verder van de rand knippen, en dat zijn endopeptidazen. En die doen hetzelfde, alleen zitten ze op een andere plek in de eiwitstructuur. Nu, als we dus al deze drie complexe voedingsstoffen, als we die gehad hebben, nu dus eiwitten, we hebben vetten gekeken en als het goed is heb je koolhydraten gekeken, dan kan je deze grafiek maken. Want we weten dat nu, dat weet je nog niet, deze eiwitten, die worden verteerd in de maag en verder, dan kan je deze grafiek wel maken. We beginnen met 100% substraat. En we hebben drie kleuren, dus maak een legenda voor je drie kleuren. Je drie kleuren staan voor eiwitten, vetten en koolhydraten. En kan je deze grafiek zo tekenen dat je mij kan laten zien dat er vertering is. Dus mijn hoeveelheid substraat wordt minder, dat er misschien geen vertering is. Dan blijft mijn lijn horizontaal en waar er dan misschien wel weer vertering is. Ik ga deze grafiek natuurlijk voor je maken, maar het is handig denk ik. Zet hem even op pauze. Puzzel er even mee om te kijken of je deze grafiek zelf kan invullen. Oké, ik heb hem gemaakt en hopelijk jij ook. Wat zien we? Nou, we zien dat we beginnen met 100% van mijn substraat. Ja, ik zie, we hebben koolhydraten, eiwitten en vetten. Als we met koolhydraten beginnen, dan zien we dat direct in de mond is er een afname van de hoeveelheid substraat. Dat klopt ook. Ja, want de vertering begint al in mijn mond, tot en met mijn slokdarm. En dan in de maag, dan stopt het. Want dan denatureren mijn spijsverteringsenzymen. En dan na de maag gaat die weer door, totdat die op nul is, daar ergens in de dunne darm. Met mijn eiwitten, die beginnen wat later, want eiwitvertering vindt pas plaats in de maag. En dus, maar vanaf de maag kan die vertering gewoon doorgaan tot in de dunne darm. En hetzelfde gebeurt met mijn vetten, maar mijn vetten gaan nog pas later verteren. Dat is pas na de maag.
Ja, dus vanaf de 12-vingerige darm dat er pas vertering plaatsvindt. Dus dit is een leuke grafiek om te kijken. Snap ik het allemaal waar alles plaatsvindt. Er komen nog meer filmpjes aan natuurlijk over hoe de structuur eruit ziet. En waarom het darmweefsel zo uitziet zoals het eruit ziet. Maar we hebben in ieder geval de belangrijkste onderdelen gehad. Die voedingsstoffen. Dus je moet nou veel weten. Je moet je kennis kunnen inzetten. Kijk anders nog de filmpjes nog een keer. Maar vooral heel veel succes. En vergeet niet te subscriben en te liken.